januari 1985. De indienststelling van het tweede autotelefoonnet. Een impressie van deze dag. Dames en heren, ik heet u allen zeer hartelijk welkom bij de officiële openstelling van het tweede generatie autotelefoonnet voor Nederland. Ik ben blij dat u al in grote getale hierheen gekomen bent. Onder ons aanwezigen bevinden zich vertegenwoordigers van de pers, collega's uit de andere ATF-deelnemende landen, zoals België en Luxemburg, en voorts ook collega's uit een aantal Scandinavische landen. Ook een zeer hartelijk welkom aan de vertegenwoordigers van de firma's Ericsson, Philips en Siemens. Voorts ook welkom aan de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en uiteraard aan alle andere collega's van PTT die ook in deze zaal aanwezig zijn. Dames en heren genodigden, ik ben er trots op dat u vandaag getuige kunt zijn van de officiële indienststelling van het zogenaamde tweede generatie autotelefoonnet. Deze gelegenheid is een mijlpaal in de meer dan 100-jarige PDT-historie. Het past in een door de PDT gevoerd dienstenbeleid waarbij steeds zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met klantenwensen en bestaande technische mogelijkheden. De groepen die met name de komende periode zullen kunnen profiteren van het vandaag te openen systeem zijn vooral te vinden in de pers, transport en dienstensector. De kosten van een abonnement op het nieuwe net zijn beduidend lager dan die van het bestaande net en zullen 255 gulden per maand bedragen, plus voor de binnenlandse gesprekken een bedrag van 1,5 gulden per minuut. Voor buitenlandse gesprekken geldt het normale internationale gesprekstarief. Het beleid is erop gericht dat alleen die abonnees op het nu bestaande net toegelaten zullen worden in de toekomst die ook daadwerkelijk gebruik wensen te maken van het net in Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg. Eventueel kunnen daartoe tariefbijstellingen volgen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe net is ingespeeld op de wensen van de klant. Dit heeft geresulteerd in een aantal faciliteiten die ik u achtereenvolgens kort wil toelichten. De eerste faciliteit betreft de doorschakeldienst. Door een eenvoudige, door de mobiele gebruiker te verrichten handeling kan de autotelefooncentrale worden geïnstrueerd binnenkomende gesprekken automatisch door te schakelen naar een telefoonnummer naar keuze. Als tweede faciliteit het verkort kiezen. Het toestel is in staat om een groot aantal abonneenummers op te slaan in een intern geheugen waarbij het mogelijk is door een relatief simpele handeling een verbinding op te bouwen naar een van de vastgelegde nummers. De derde faciliteit is een elektronisch slot. Ongewenst gebruik van de telefoon kan worden voorkomen door gebruikmaking van een elektronisch slot. De werking daarvan is vergelijkbaar met die van de cijfersloten op een diplomatenkoffer. U stelt voor uzelf een code vast en daarmee kunt u uw verbinding op slot doen of openen. Als laatste faciliteit de kostenteller. Het is voor de gebruiker mogelijk een schatting te maken van de gesprekskosten over een bepaalde periode. Dit kan interessant zijn voor indien de autotelefoon gebruikt wordt door derden of bij internationaal gebruik. De bedragen van internationale gesprekken liggen doorgaans wat hoger dan die van de nationale gesprekken en het is erbij handig om te weten in welke grote orde het ligt. Het net bestaat momenteel uit 50 basisstations geïnstalleerd over het hele land. Ieder van deze basisstations heeft een koppeling met de centrale. De centrale staat opgesteld in het telefoondistrict Rotterdam. Zoals ik reeds eerder gezegd heb, ik ben er trots op dat dit net vandaag officieel ter beschikking komt van het Nederlandse publiek. Door een efficiënte samenwerking van de afdeling mobiele communicatie met de verschillende telefoondistricten, het directoraat kabel- en radioverbindingen, de leveranciers en de centrale afdelingen telefonie en transmissie is het net nagenoeg op tijd gerealiseerd. Een woord van dank is op zijn plaats aan allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot het succes van dit project. Aangezien deze dag een bijzondere is, willen we er van onze kant een extra accent aan geven. Daartoe zou ik nu graag het woord willen geven aan de heer Dek, hoofddirecteur telecommunicatie van PTT. Dank u wel. Dames en heren, en
In aansluiting op wat u gezegd heeft, meneer Hankel, wil ik er in de eerste plaats graag mijn genoegen over uitspreken dat aan boord van uw nieuwe schip, meneer Klaassen, het schip van de Stichting Zonnebloem, gebouwd naar met het thuisfront te onderhouden. U weet dat de PTT die beschikt over bescheiden middelen. En daar brengen we ook de uitdrukking door u een klein cadeautje aan te bieden bij deze gelegenheid. Wij willen uw nieuwe schip, waarvan u mij daar straks vertelde, en dat vond ik een erg interessante mededeling. U vertelde me dat het een nieuw schip is, wat zeer binnenkort te water gelaten wordt. U kunt er misschien dadelijk zelf nog iets van vertellen natuurlijk ook, hè. Ik denk dat communicatie een van de meest wezenlijke elementen is in het menselijk leven. Op alle gebieden, zoals ik u net al zei, op alle gebieden van mobiele communicatie zijn heel belangrijke ontwikkelingen gaande. En wij willen daar als PTT Telecommunicatie op inspelen, initiërend bezig te zijn, door die nieuwe technieken op te pakken en te zien welke toepassingsmogelijkheden daarvoor kunnen worden gevonden. Vandaag gaat het dan om de autotelefoon. En ik wil er nog eens even op wijzen dat die autotelefoon, dat is het mobiele verlengstuk van het openbare telefoonnet. Niet iets wat op zichzelf staat, het mobiele verlengstuk van het openbare telefoonnet. De mobiele aansluitingen hebben dezelfde gebruiksmogelijkheden als de vaste aansluitingen die u kent in huis en op kantoor. En de mobiele aansluiting zal op dezelfde wijze waarop dat met de gewone aansluiting gebeurt vermeld worden in de telefoongids. En via 008 zult u bij de informatiedienst ook over autotelefoonnummers inlichtingen kunnen krijgen. Dus wie van u zich meent per auto met de telefoon te kunnen onttrekken aan het grote oog, die heeft zich vergist. Hij is al onbereikbaar. Ik moet nu nog iets anders doen, dames en heren. Ik moet iets technisch doen, want ik moet knoppen indrukken en dergelijke dingen. Maar men heeft dit mij gemakkelijk gemaakt. Ik begeef mij nu, dat zal ik nog even herhalen, want anders denkt u, dan loopt hij weg misschien, maar dat is niet het geval. Ik blijf nog even. Ik ga nu dadelijk die rode knop indrukken. En daarna ga ik iets met de telefoon doen. En als ik die rode knop heb ingedrukt, dan is daarmee dus het nieuwe autotelefoonnet 2 in Nederland in gebruik genomen. U spreekt met Tim Korver. U spreekt met Dek, meneer Korver. Dag, meneer Dek. Goedemiddag. Meneer Korver, wij zijn hier bezig met de ingebruikstelling van het autotelefoonnet tweede generatie. En wat ik nu met u aan communicatie pleeg, dat is het eerste telefoongesprek dat wij met behulp van deze nieuwe faciliteiten voeren. Zou ik u mogen vragen om naar mij toe te komen, want ik zit in Lunteren. En dan kunnen we hopelijk daar elkaar eens even live aanschouwen. Kan dat? Ja, ik hoop het wel. Ik sta eigenlijk in een file op Rijksweg 12, maar ik kom snel naar u toe. Welkom, meneer Korver, welkom. Ik dacht één moment dat u een spoor van vernieling zou trekken, maar nee hoor, uw vaardigheid is zo groot. U hebt hem keurig neergezet. Hartelijk welkom. En vast bedankt voor de nieuwe banden. De ingebruikneming van het tweede generatie autotelefoonnet ATF2 is een feit. Een mijlpaal in de meer dan 100-jarige PTT-historie.